Alles goed, boys. Rustig. Core stability with our teacher, Marta. Even vandaag jarig, jongens. 24 jaartjes. Hoe voelt het? Hetzelfde als gisteren. Best winner chicken dinner. Oh, is het? Ik ben dus echt super, super blij. Waarom? Ik ben onderweg naar het avondeten. Jullie kunnen me niet zo goed zien. Ik heb ook nog mijn capuchon op. Drukke dag gehad vandaag, de derde dag hier. Maar het was wel een hele leuke dag. Ik ging namelijk trainen met Oscar Zeijs. Downhill training. Altijd super leerzaam. We begonnen om 10:30. We waren om 5:00 klaar. Je staat heel veel stil, heel veel luisteren. Heel veel proberen. Maar een van de leukste en interessantste dagen eigenlijk hier. En nu gaan we eten. Goedemorgen. Klaar voor het volgende ritje. Laatste training voor de rustdag. Oké, even een korte uitleg. We zijn een spelletjesavond aan het doen. Ik ben een team met Valerie en Ashley. En daar zitten andere twee teams. En we moeten een toren bouwen van 20 spaghetti stokjes. Een draadje. En er moet een marshmallow op top komen. En we hebben daar nog een stukje duct tape. En dan wie de hoogste toren bouwt. Valerie, laat eens even zien wat dit is geworden. Wacht even. Waar ging het precies mis? De fundering was niet stabiel. Maar? Hoe ver zijn andere teams gekomen? Below zero. Ja, dus we hebben best wel een beetje gefaald eigenlijk als ploeg zijnde. Niemand is het gelukt om in 18 minuten een toren te bouwen. Maar we hebben de marshmallow. De conclusie is wel, dus we zetten een beetje te hoog in. Want gewoon als het dus had blijven staan, was dat eigenlijk al genoeg geweest. Maar ja, leer weer van, hè? Zeker. Rustig! En we gaan een koffieritje doen naar Girona. Zin in? Yes! Lekker koffie drinken! Yummy! Koffiestop! Je loopt rustig. Ik ben Wie is de Mol aan het kijken. Zometeen eventjes de luistermoeder, ook leuk. Core stability with our teacher, Marta. Spelletjesavond, organized by Pauline. How do you call it? Okay, not another name to Girona with the name of the Ryanair. Yes. Yeah, but not one, but two geese. It's
Yeah, small, no, it walks not a rabbit. 3, 4. Goedemorgen, het is vandaag 14 februari en dat betekent Valentijnsdag. Komen wij het ontbijt binnen. Wat denk je? Zo leuk. En allemaal hartjes op tafel. Glitterhartjes. Oh my god, glitterhartjes. Yes! Goedemiddag, inmiddels middag. Ik ben vanmorgen vertrokken met Sean. En we hebben samen even een uurtje gereden. Zijn we daarna allebei samen blokken gaan doen. En ik ben nu nog heel even aan het uitrijden. Langs het meer. Supermooi. Ik kwam Marion tegen tijdens een van de laatste blokjes. Dus heb ik eerst even de training afgemaakt. En toen zat Marion hier koffie te drinken. Dus ik heb net snel een bakkie gedaan. Beenstukken, armstukjes uit. Lekker hoor. Nu is nog heel eventjes losrijden en dan lekker lunchen. De andere helft van de groep is vandaag de afdaaltraining aan het doen die wij van de week deden. Vandaar dat we dus maar niet te veel zijn vandaag. Eve, kom eens hier. Ben je in je vlog? De grote ster van mijn vlog. Eve is vandaag jarig, jongens. 24 jaartjes. Hoe voelt het? Hetzelfde als gisteren, moet ik zeggen. Oud toch? 24. Ik ben ook 24, ja. Oud man. En wat voor ritje doen we vandaag op je verjaardag? Ja, 5 uur. Maar wel sprintjes vandaag. Maar eerst? 4,5 uur in de bergen. Top. Zo, het was even afzien, maar kijk dit dan. Het was een klim van 18 kilometer. Wel echt, ik vond het echt super mooi. En dit uitzicht dan. Even een boterhammetje appelstroop. Kunnen we weer door? Ah ja. How was, we did today 5-hour ride. And in the end, we had some bleed out. And the second time. Your turn as a sprinter. First sprinter to get in there. Oh, is dat Eve? Laatste klimmetje van vandaag. Ja. En boven staat een taart op je te wachten. What? Cake is waiting for Eve on the top. Birthday cake. Yeah, she had today birthday. Bye and bye. I can't wait. Carrot cake. Baby, happy birthday. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Diep in de piep! Nou, blaas maar. The dream is... We didn't count them, lekker hoor, carrot cakey. Cheers Eve op je verjaardag. Dag 3. En ik ben een lekkere rustige duurtraining aan het doen. Met Marianne en Ashley. Om over te nemen in de TV-verzekeringen. Ik ben dus echt super. Super blij. Want, surprise, surprise. Dag boel. Nee. Goedemorgen. We zijn weer begonnen aan onze ochtendwandeling. Eve, wat zei je nou net? Dat ik het helemaal niet zo erg vind, 's ochtends om te wandelen. Even lekker wakker worden. Valerie, lekker geslapen? Ja hoor, al een roosje. Mooi. Ja, wij zijn klaar voor een rustdag.
Jij moet nog 5 uur. Ja. Sterkte. Dank je. Ik moet veel dingen regelen, maar ik ga ook even lekker Wie is de Mol terugkijken en nog wat YouTube dingen. Ah. Are you cold or tired? Tired and cold. Both. Ja. Good night. Kijk, een koffieritje. Zijn we aangekomen in Besalú. Wat ik het goed uitspreek. En dat staat bekend om deze brug. We zitten op een pleintje midden in Besalú. En niet verwacht dat het hier zo tof zou zijn. What do we eat? Fillet. Fillet steak, South African style. Speciality, right? Speciality. Ooh la la, barbecue. Yes, de week zit er weer op. Goed getraind, lekker gefeed, mooi weer. Lekkere koffietjes gedronken. Oftewel, top. In de volgende vlog, onder andere de laatste trainingsdag in Rocacorba. De verplaatsing naar Valencia en onze allereerste Europese koers, namelijk Valencia. Hopelijk tot de volgende!